Thomas Bergen heeft op Instagram gereageerd op het einde van zijn relatie met Eliane Zwijpvenning, waarbij hij stellig beweert dat er absoluut geen andere vrouw in het spel is. Dit komt nadat Zwijpvenning het nieuws eerder met Shownieuws deelde. Hoewel Zwijpvenning op Instagram leek te suggereren dat Bergen haar had bedrogen, heeft ze die berichten snel verwijderd. In zijn reactie schrijft Bergen, de berichten zijn waar. Het klopt dat ik een punt achter onze relatie heb gezet. Hij legt uit dat ondanks verschillende pogingen en relatietherapie het niet gelukt is om de relatie voor te zetten. Desondanks zegt hij dankbaar te zijn voor de mooie herinneringen die ze samen hebben gemaakt. Bergen en Zwijpvenning waren drie jaar lang samen en hebben twee kinderen. Hun zoon Zeng is één jaar oud en hun dochter Sky M.A. werd in januari geboren. Bergen benadrukt dat de gedeelde liefde voor hun kinderen ervoor zal zorgen dat ze altijd met elkaar verbonden blijven. Hij belooft Zwijpvenning als moeder van hun kinderen, altijd te steunen en te respecteren. Op haar Instagram-story deelde Zwijpvenning een citaat: Mogen God vreemd belonen met vreemdchen. -sje. Ook reageerde ze op iemand die zich afvroeg waarom mensen kwaad spraken over Thomas, terwijl hij zo zijn best deed voor haar. Zwijpvenning antwoordde daarop: voor mij of voor degene met wie hij vreemd gaat.